Ik stel voor dat we nu heel erg hard gaan klappen voor niemand minder dan Eva Peek. Ja, ik ben dus gevraagd om een column voor te dragen als interventie. En ik weet... ik wil graag, omdat ik weet dat Casper Seance daar erg van houdt, beginnen met een citaat uit de Bijbel, uit het Oude Testament, Psalm 14, uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Vers 2 en 3. De Heer kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. Allen zijn afgedwaald, allen ontaard. Geen van hen deugt, niet één. Dus dat is Gods mening hierover, dan weten jullie dat. ik ben gevraagd om deze column voor te dragen in plaats van Refka Bijl, schrijfster. Die doet dat normaal. Die kon er niet bij zijn, want die wilde bij haar eigen huwelijksvoltrekking zijn. Toen ik dat werd gevraagd, werd mij op het hart gedrukt door Ewout om vooral niet op het boek in te gaan. En ook niet op de aflevering, want dat zouden de aanwezige mannen al doen. Dus ik hoefde niet mijn lady brain te breken over de complexiteit van de... van de samenhang van de moderniteit en de Holocaust. Dat had ik erg graag gedaan. Ook ik ben groot bewonderaar van Sigmund Bauman, maar helaas. In plaats daarvan zei Ewout, is het misschien leuk als ik vrij ga associëren op de titel van het boek. En het leek me eerst niet zo logisch om mij daarvoor te vragen. Ik ben professioneel boekrecensent bij NRC. Dus dat leek me niet zo logisch om mij dan te vragen om niet op het boek in te gaan. Maar nu ik er toch ben, wil ik eigenlijk wel graag een ode brengen aan de titel van dit boek. Want... ja, wat een geweldige titel is het. Het is een briljante titel. Ik heb, durf ik wel te stellen, in mijn hele carrière eigenlijk nooit een betere titel gehoord. Alleen al het begin. De meeste mensen. Op een zin die zo begint, volgt eigenlijk altijd een feitje dat je leven gaat verrijken. De meeste mensen wonen in Azië. De meeste mensen hebben een aandachtspanne van maar 3 minuten. De meeste mensen denken dat ze bovengemiddeld goed kunnen autorijden. Het is een verwachtingsvol begin. Maar je voelt ook al meteen dat je een beetje begint te ergeren. Je voelt dat hier een soort sweeping statement komt. Misschien een beetje bedweterig. En dat deze uitspraak het heel goed gaat doen in discussies op verjaardagen. Je weet nu al dat je hier ongelezen een mening over kan vormen. En dan lees je door en dan komt de twist. De meeste mensen deugen. Deugen, dat is een prachtig woord. Om heel veel redenen. Het is natuurlijk een bijzondere klank uit de Nederlandse taal, de eu. Ik las vandaag dat het eigenlijk een eenklankige lettergreep is, maar dat het steeds meer een diftong aan het worden is. Eu. Ja, ik was vrij aan het associëren. Het is bekend van mooie woorden als kneus en neus en reuk en jeuk en allemaal andere woorden die ik wel heb opgezocht, maar niet zal voorlezen nu. Je moet je gezicht in een soort raar kommetje trekken om het te kunnen uitspreken. Het is een klank die tegelijk iets komisch heeft, maar ook iets kwetsbaars. Het straalt iets melancholisch uit, iets treurigs, zo je wilt. Dus dat gaat al de goede kant op. Maar dan de betekenis, want dat is natuurlijk de echte kracht van deze titel. En ik heb er lang over nagedacht en ik ben erop uitgekomen dat deze titel een compliment lijkt, maar het niet is. Er wordt wel eens kritisch gezegd door recensenten of andere mannen dat het boek niet duidelijk maakt wat deugen nou precies inhoudt. Het wordt nooit echt duidelijk of deugen nou iets veel meer is dan je buurman niet stiekem willen wurgen in zijn slaap. Of dat het iets meer is dan niet in paniek raken bij een natuurramp. Maar volgens mij schuilt juist in de vaagheid de kracht van het woord en in de titel als geheel. Want het is een heel verwarrend begrip. Het klinkt positief, maar de meeste associaties zijn latent negatief. Deugen is op een saaie manier doen wat er van je verwacht wordt. Hij is een deugdelijk afdelingsleider van de ANWB-winkel. Dat klinkt niet als een compliment. Maar soms is het ook echt een sneer. Want als we iets zeggen als kijk hem eens deugen, dan betekent dat in onze taal vooral kijk hem eens hypocriet zijn. Mensen vinden het heerlijk om te horen dat zij niet deugen. Ik heb nog nooit een politicus horen zeggen wij zijn er voor de deugers.
En het is niet voor niets dat Annabel Nanninga wel ooit tegen de FVD-jongeren zei dat ze zo blij was dat iedereen die daar was zich aangetrokken voelde tot een politiek van het niet deugende soort. De politiek van het niet deugende soort bleek uiteindelijk natuurlijk ook voor Nanninga iets te gortig. Want blijkbaar heb je wel degelijk een niet leuk soort niet deugen. En is klimaatontkenning nog wel een hele leuke ondeugd, maar virulent antisemitisme dan weer niet. Dat is allemaal heel ingewikkeld. Wat trouwens ook maar weer bewijst dat het eigenlijk wel een beetje potsierlijk is om een boek dat onder andere probeert om een antwoord te formuleren op de vraag wat zegt het eigenlijk over de aard van de mens dat de Shoah heeft plaatsgevonden, om daarin een woord als deugen in de titel te zetten. Want een genocide is toch wel iets ergers dan de streken van een deugniet. En om dat aan elkaar te koppelen klinkt ergens heel ongepast, maar dat terzijde, want anders ga ik weer te inhoudelijk op het boek in. Mensen horen dus graag dat ze niet deugen. En niet alleen van politici, maar ook in de kerk, van dominees, zoals het Bijbelcitaat al laat zien. En in het theater horen ongelovigen het heel graag van schreeuwende cabaretiers. En wij kijken ook eigenlijk het liefst naar mensen die ruiterlijk over zichzelf toegeven dat ze niet deugen. Want op een gekke manier is zeggen dat je deugt een zonde en toegeven dat je niet deugt een belangrijke morele kwaliteit. En dat is de centrale spanning van het begrip deugen. We willen geen deugneuzen zijn, maar we vinden ook dat juist dat gebrek aan hypocrisie ons ontzettend deugdzaam maakt. Maar goed, als je dus een compliment krijgt dat eigenlijk een belediging is, dan heet dat in de verleidingskunst een push en pull. Je zegt iets onaardigs, maar ook iets onaardigs. En in die verwarring die daarop volgt, ontspruit liefde. En dat is volgens mij wat we de afgelopen jaren hebben gezien met dit boek. Rutger pusht en poelt zijn publiek. En onder andere uit hun gezamenlijke verwarringsdans wordt een ongekende bestseller geboren. En dat is hem zeer gegund. Want jaloezie is niet voor niets een van de 7 hoofdzonden. Aan al deze nuances van het deugen moest ik denken nadat ik gisteren gebeld had met een vriendin van me die in Kiev woont. Ze was terug na een journalistieke reis uit Oost-Oekraïne en ze vertelde me dat ze inmiddels op een Kievs hipsterterras zat en het afgelopen half uur al 2 keer het luchtalarm was afgegaan, maar dat niemand zich had verroerd, want zo gewend was iedereen al aan dat geluid. En ik zei maar niet, wat goed dat je niet in paniek bent gaan plunderen. Jij en je vrienden deugen. Dat leek me niet gepast. Ik zei, ik hoop dat je ooit een boek zou kunnen schrijven over je ervaringen uit deze maanden. En dan wil ik je wel helpen om een goede titel te verzinnen.